Flits het bij een paar andere bekendes gaan inloer om uit te vinden waarmee hulle besig hou in hulle spaartijd. Sawubona, unjani. Ah, igama lami uPhiti. Ngikhuluma isiZulu kancane, ngiyafunda izolo namhlanje kusasa ngiyafunda. Iba nelanga elimnandi asizobonana futhi. Inkosi ikubusise. Behalve voor binnenlanders heb ik een bezigheid met naam van Translation Station. Die bezigheid is al 11 jaar oud. En ons het 250 taaldeskundiges op ons boeken. En ons werk na 55 talen toe. Ons werk hoofsaaklik voor advertentiewezen en grootmaatskappijen en so aan. En dan skryf ek ook handboeken. Ek skryf handboeken vir Macmillan drama handboeken. So kinders, julle moet mooi leer. Wat doen ek nog? Ek het 5 honde en ek kan hulle in 'n half uur bad. Nou dit wil gedoen word. Maar die lekkerste vir my bly nog steeds. Ik heb begin goal gespeeld toen ik 5 jaar oud was. Mijn pa had mij geleerd. Ons het elke zaterdag of zondag het ons gaan goal speel. En ik was baie slecht toen ik jong was. Obviously, want ik kon niet bal raak slaan nie. Maar toen ik na ek universiteit lag gebak het, ik weer mijn liefde voor golf ontdek. En toen ik zoveel als mogelijk probeer speel als wat ik kon. Ik heb een paar golfpartners aan het werk speel. Niels van Jaarsveld, die acteur, speel ik gereeld samen mee. En Johnny Sweetman. En dan als ik in Johannesburg is, speel ik baie samen met Neil van Deventer. Of wie ook al samen met mij wil spelen. Wat golf rarig voor mij lekker maakt, is dat het basis skak is wat je tegen jezelf speelt. Elke gat moet je jezelf in een positie inzetten zodat jij die volgende ook kan slaan. Het is wel, jij speelt in jezelf, je speelt niet in andere mensen. Nie. En dat is wat voor mij lekker is. Het is een rarige innerlijke challenge wat het voor mij is. Mijn liefde voor kos en voor kos maken het begin in mijn ouerhuis, waar mijn ma elke aan voor ons vastgekookte kos gemaakt het. En dus waar ik kom lief word het voor thuisgemaakte kos. Ik geniet om mijn kos op Instagram te posten. Ik is baie actief op Instagram. Ik begin kook als een manier om die stress te verlig. En toevallig het ik mijn kos begin posten en toen begin mensen voor mij voor recepten vragen. Ik hou van kleren en geren en experimenteer, maar ik denk mensen kan niet verkeerd gaan met thuisgemaakte brood nie. Ik hou daarvan om te knie, ik hou van die proces. Ik hou van hoe lang dit kan neem en ik het al met allerhande soort brode experimenteer. Van sierdeeg tot ciabatta's tot rooties, dit is als brood. En ik eet alles wat ik maak. Ik heb een extra skill wat ik denk je baie mense van weet nie. Ik heb een achtergrond in poppentheater. Nie kindertheater nie, poppentheater. Dat is een groot verschil. Ik kan rod puppets manipuleren en sock puppets, as ook shadow puppets. Ik maak ook mijn eigen poppen. Ik is baie goed aan om detail in te werken. Ik kan die handjes en beentjes laten bewegen. Ik werk ook eigenlijk aan een project wat hopelijk ten einde van die jaar die licht gaan zien. Zoals je wil, ek met je kinders entertain, help mij.